liep ik zo door de zeg heen. Loopt daar zo'n vrouwke. Ik net zei zo'n beetje denk. Ja, daar leek ze wel op hoor. En die loopt dan voetje voor voetje zo, loopt die over de straat en ze wou oversteken en ze durft niet. Ik denk, die ga ik helpen. Dus ik zeg, kom vrouwke, zal ik u even helpen? Oh, meneer, ze zag je dat zou willen doen, want ik loop zo moeilijk. Ik zeg, nou kom, heb ik ze bij de haar gepakt en ze hebben zo voetje voor voetje onder de overkant. Ze hebben onder de overkant, ik kijk ze zo aan. Ik zeg, god vrouwke, zo jong en dan zo moeilijk lopen. Ja, zei ze, meneer, maar dat is morgen weer over, hoor. Ik zei, hoe doe je dat? Nou, zei ze, je moet weten, ik ga morgen trouwen. Dan heb ik hier krantspelletjes in gezet. Ja. Zo, hè? Dus, mensen zo, ja, net zijn zo'n beetje, dat moet je wel houden. 9 jaar, hoe oud ben jij? 11. Je hebt een telefoontje. En altijd met die moeilijke woorden allemaal. Ik snap er allemaal niks van. En ik denk, dan moet ik ze toch eens afleren. Toen hoort op een gegeven moment, waren we zo'n serieus gesprek. En toen zei ze, Smieke tegen mijn papa, zei, hoe ben ik nou eigenlijk ontstaan? Ik denk, dat zou ik zeggen hoor. Ik zeg, nou, ons papa en ons mama zijn elkaar tegengekomen in een internetcafé. En toen is ons papa naar de wc geweest en toen heb ik een verbinding gemaakt met ons mama. En toen heeft ons mama een paar downloads gemaakt van papa's memory. En toen de papa klaar was met uploaden. Toen merkten we dat we geen firewall gebruikt hadden. En dan negen maanden later zaten we in een virus. Ja, het is toch altijd een knuffel toch hier. Maar ik kan nog wel een uur over een spieker bij me praten, maar ik wou toch even over mijn dingen. Over mijn buurtprovincie. Daar is denk ik, ja, dat ik niks, dat is allemaal flauwekul verkopen. Kom ik thuis van mijn werk, staat een vrouw poedeltje naakt in de hal. Ik zeg, ben je belazerd, die gaat toch niet naakt in de hal staan? Ze zegt, maar schat, begrijp je dat niet? Dit is mijn liefdesjurk. Ik zeg, dan ga je wel eens mogen strijken. Om het goed te maken had een bos bloemen worden gekocht. Ik laat die bos bloemen zien. Ze zegt, dan moet ik zeker weer met mijn benen wijken. Ik zeg, waarom zijn de wazen op? Mijn duifje heeft ook de boeken 50 tinten grijs gelezen. Alle drie te delen. Sindsdien doen wij ook aan SM. Steeds minder. Nou weer een keer ruzie, kom ik weer in het café. Waar ik een bordje zie hangen, bier 2 euro. Sandwich met kip 4 euro. En masturberen 15 euro. Achter de bar staat een woest aantrekkelijke vrouw. Ik zeg tegen haar... Dat masturberen, doet u dat zelf? Jazeker, mooie jongen, zegt ze. Wil je dan even je handen wassen? Want ik wil sandwich met kip bestellen. Van de buurtvereniging. En er was volop weer een buffet. En volop kaartbuffet. En de weer een buffet, dat stond al zo lang op toffel. Oh, ben ook al een feestje geweest. Nou, wij stonden samen op het buffet en toen zei ze tegen mij van René, zal ik eens opscheppen? Ik zeg, nou Anna, dat hoeft niet. Ik geloof jou zo ook wel. En dan hadden we nodige borreltjes en weer een kou geworden buffet. Toen zei ze tegen mij van René, ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Ik zeg, Anna, ik vind alles goed. Dan gaan we niet gaan zingen. En toen zei ze tegen mij, zullen wij eens een luchtje gaan scheppen? Nou, dat was niet tegen een dove gezegd. Ja, we lopen naar buiten toe en ik zeg van, ik zie geen haan voor mijn ogen. Ja, zei ze, maar ik viel wel waar jouw haan zijn. Ja. We komen daar op zo'n plek gaan en toen zei ze van, nee, heb jij dan ook zo dat het van onder naar boven toe komt?
En ik kijk ze sowieso aan en zeg, Hanna, je moet eens weten wat er bij mij allemaal naar boven komt. Nou, zus, als jij dan dezelfde gevoel hebt als ik, dan weet ik het goed gemaakt. Dan ga jij daar maar staan, dan ga ik hier wel staan spouwen. Wij hebben die avond niet meer gezoend. En ik weet nog steeds waar de plek kies. Ja, dan ligt er nog steeds braakliggend bij. Toen ons Marietje geboren was, toen begon ze allemaal te mouwen tegen mij. Ons Hanna. Ik heb jarenlang de pil geslikt sinds, en nou ben jij aan de beurt. Ik zeg, nou, geef die pilletjes mij op mijn naam. Ja, misschien dat ik nou wel borst aan krijg. Maar dat was nu de bedoeling, je laat hem met een knurf weer leggen, zei ze. Ik zeg, oh jee, nou is je zeker ineens lang dat. Adrien, ik schreef met mijn vinger je naam op het bevroren raam en eindigde met lieve schat. Adrien, ik zal op het moment het altijd blijven herinneren, want ik heb er nooit een stukje koude fikken gehad. Is Esther ook binnen? De kapster. Is ze binnen? Nee. Nee, ja of nee? Nee. Nee. Goed zo. Maar dan ga ik het over iemand anders hebben. Die weinig ligt hier zo, maar hoe heet u? Hanny. Hanny! Ik wil wel mijn Kanny. Ja, dat schat je niet, hè, maar... Hanny, speciaal voor jou, het heet Als ik aan je denk. Hanny, 's morgens kan ik niet eten, als ik aan je denk. 'S middags kan ik niet eten, als ik aan je denk. 'S avonds, Hanny, kan ik niet eten, als ik aan je denk. 'S nachts kan ik niet slapen, want dan stik ik de moord van de honger. En zo zou ik al een vrouw moeten worden. Ja. Die zijn geboren in het plekje Walinza. Nou vragen jullie wij natuurlijk af, waar ligt Walinza? Te zien, hè? Ja, in Polen, hè? Ik ben dus een Pool, hè? Nou ben ik alleen niet, denk ik nou, de Noord. Of de Zuidpool, hè? Dat weet ik niet, hè? Dan moet hij hier gaan werken en verder, dat kan. Dan gaat hij eerst nog een inburgeringscursus, hè? Ik zit daar op die school, die juffrouw zegt, weet er iemand waar een hoge drukgebied is? Ik zeg, ja, ik zeg een wc op een berg. Dat is ook goed, zei ze. En ze zegt een element, weet er iemand waar een element is? Ik zeg, ja, dat weet ik ook, bier. Ze kijkt maar eens warm bier, zei ze. Ik zeg, ja, ik zag mijn vader gisteren uit de kroeg naar huis komen. Ik zeg, zo te zien was je weer aardig in zijn. Precies. Had je ook naar een papegaai op zijn schouder zitten? Ik zeg, kan die praten? Weet niet, zit je papegaai? Hij zit, ik zit er pas net op. Ja, daar zit hij, hè. Ja, echt waar, hè. Nou goed, zei de juffrouw, die zegt, nou weet je gelijk hoe slecht alcohol is voor ons is. Ik zal gelijk even een testje doen. Hier heb een glas met water en hier een glas met 5% alcohol. Ik doe er bij allebei een worm in. En in je glas met water bleef dat ding vrolijk rondspattelen. En in dat glas met bier was die bier binnen 5 minuten zijn dood is. Precies. En zei de juffrouw, wat heb je nou geleerd? Ik zeg tegen haar... Als je bier drinkt, krijg je geen wormen. Ja. Dus ja.